Dit is een grootvruchtige selectie hazelaar. En zoals je ziet is het een hele mooie hazelnoot. En dit is het ras Barcelona. Het ras Barcelona is echt een productieras die dus ook puur voor de productie gezet wordt. Wat je ook als kwaliteitsnoot in de winkels kunt terugvinden die vaak gepeld zijn. En dit ras die geeft nog veel grotere noten als bijvoorbeeld de Lange Spaanse of Jean de Halle. Of de Webb's Price Cob of de Nottingham's Roaster. Ik heb nu in mijn hand een paar Jean de Halle. En dat is al een hele mooie kwaliteitsnoot. Die over het algemeen heel goed gevuld zijn. Ook een goede smaak hebben. Maar als we dit naast elkaar gaan houden, dan zie je denk ik wel het verschil. Dat is echt imposant. Ik denk dat deze noot, de Barcelona noot, hij is nog niet rijp. Grote noten rijpen ook iets langer. Maar dat die qua gewicht misschien bijna dubbel zoveel is. En dat is echt heel uitzonderlijk voor een hazelnoot. Vooral in Nederlands klimaat. Dus als we zo dadelijk nog een heel mooi weekje krijgen dat ze na kunnen rijpen. Dan hebben we ook een, ja, voor in de toekomst ook noten die van zeer hoge kwaliteit zijn. Ja, wat echt niet onderdoet voor winkelkwaliteit. En dit zijn zelfs de boompjes die we zo dadelijk gaan verkopen. Dit is allemaal kale wortel, wat in november als blad eraf is, wat we weer, ja, wat jullie eigenlijk in je tuin gaan zetten. Nou, de Barcelona is dus heel onbekend, maar het is echt een aanrader. En hij is ook vrij productief, we hebben al meer noten ingezien. De meeste die hebben er toch maar uitgehaald, want het gaat ook ten koste van de groei. Maar we wouden het toch even laten zien, dit is dus Barcelona, een goed ras. Met een mooie kwaliteitskern. De vlies laat ook vrij mooi los rond de noot zelf. Want heel vaak dan zit er iets verkleving tussen de schil en de noot. Dat is van het dikke bruine materiaal wat dan als het ware op de noot geplakt zit. En daarom zit nog weer een dun vliesje. En dat dunne vliesje die kun je vaak heel makkelijk eraf vegen op het moment dat je hem eventjes in kokend water gegooid hebt. Als je zegt, nou, ik wil een mooie blanke noot hebben. Maar goed, dit is dus Barcelona. En we hebben het idee dat hij ook goed bestuift samen met Jean de Halle. Dus ik zou zeggen, als je productie wilt en je wilt hem als windhaag zetten bijvoorbeeld, dan is dit echt een ras bij uitstek.